Arkadaşlar, 2020 online TAL kursus Nederlands, Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. Ben Mehmet Öz. Merhaba arkadaşlar. İnanmak başarmanın yarısıdır demiştik. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollandaca ve Türkçe deyimler ve atasözlerini öğreneceğiz. Özellikle H harfine dikkatinizi çekiyorum. Belirtilen atasözlerini ve deyimleri en az iki defa yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde söyleyiniz. Jumut deze spreekwoorden en uitdrukkingen minimaal twee keer hard op en begrijpelijk zeggen. Dat is de beste manier van het leren. Nederlands, Hollandaca, Turks, Türkçe. We staan haaks tegenover elkaar. Taban tabana zitten. We staan haaks tegenover elkaar. Haastige spoed is zelden goed. Acele işe şeytan karışır. Haastige spoed is zelden goed. Zij springt van de hak op de tak. Konudan konuya atlıyor. Zij springt van de hak op de tak. De hamvraag is, wanneer ga je de waarheid vertellen? De hamvraag is, wanneer ga je de waarheid vertellen? Asıl mesele, asıl sorun. Doğruyu ne zaman söyleyeceksin? Aan de hand van deze gegevens, bu veriler ışığında, kunnen we concluderen dat, şu sonuca varabiliriz ki, dat ligt voor de hand. Dat ligt voor de hand. Gayet mantıklı, besbelli zaten. Laten we onze hand in eigen boezem steken. Elimizi vicdanımıza koyalım. Laten we onze hand in eigen boezem steken. Iemand de hand boven het hoofd houden. Birine kol kanat germek, onu korumak. Birinin başının üzerinde elini tutmak. Er is iets aan de hand. Bir şeyler oluyor burada. What is er aan de hand? Neler oluyor? Sorun nedir? Er is iets aan de hand. What is er aan de hand? Het loopt uit de hand. Het loopt uit de hand. Kontrolden çıkıyor. De handdoek in de ring werpen. Ringe havlu atmak, pes etmek, vazgeçmek. Elkaar in de haren vliegen. Birbirinin saçını başını yolmak. Elkaar in de haren vliegen. Elk hart kent zijn smart. Dertsiz baş olmaz. Esma werkt met hart en ziel. Esma canla başla çalışıyor. Zij werkt met hart en ziel. Iemands hart stelen. Birinin kalbini çalmak. Iemands hart stelen. Iemands leven tot een hel maken. Birinin hayatını cehenneme çevirmek. Iemands leven tot een hel maken. Iemand de hemel in prijzen. Iemand de hemel in prijzen. Birini göklere çıkarmak. Strenge heren regeren niet lang. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Strenge heren regeren niet lang. Hij is op heterdaad betrapt. Suçüstü yakalandı. Hij is op heterdaad betrapt. İmans heelen likken. Birinin elini eteğini öpmek. Kan je misschien een hint geven? Kan je misschien een hint geven? Bir ipucu verebilir misiniz? Je moet hele tijd op je hoede zijn. Sürekli azami dikkat içinde olmalısın. Je moet hele tijd op je hoede zijn. İmand alle hoeken van de kamer zien. Birini evire çevire dövmek. İmand alle hoeken van de kamer zien. Birini evire çevire dövmek. Blaffende honden bijten niet. Sıracak köpek dişini göstermez. Blaffende honden bijten niet. Kwade honden bijten elkaar niet. Kwade honden bijten elkaar niet. İt, iti ısırmaz. İmand honing om de mond smeren. İmand honing om de mond smeren. Birinin ağzına bal sürmek.
Uit het hoofd opzeggen. Ezberden okumak. Ezbere söylemek. Uit het hoofd opzeggen. Iemand op de hoogte stellen. Birini haberdar etmek, bilgilendirmek. Hierbij wil ik graag je op de hoogte stellen. Dus bu durumda sizi konuyla ilgili olaraktan bilgilendirmek istiyorum. Hierbij wil ik graag je op de hoogte stellen. Te veel hooi op je vork nemen. Te veel hooi op je vork nemen. Boyundan büyük işlere karışmak. Dat snijdt geen hout. Bu bir şey kanıtlamaz. Bu işimize yaramaz ki. Dat snijdt geen hout. Hij handelt op zijn eigen houtje. Hij handelt op zijn eigen houtje. Kendi başına karar verip yapıyor. Hij heeft een dikke huid. Derisi çok kalın veya arsız biri. Laftan, sözden anlamıyor. Elk huisje heeft zijn kruisje. Elk huisje heeft zijn kruisje. Her evin bir sorunu vardır. In het huwelijksbootje stappen. In het huwelijksbootje stappen. Dünya evine girmek, evlenmek. Hij is de hortop. Hij is de hortop. Başını alıp gitti, çekip gitti. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde atasözler ve deyimlerden H harfiyle başlayan, genel olarak kullanılan ve kullanılacağı daha çok bilinen cümleleri ve ifadeler öğrenmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Soru, öneri ve görüşlerinizi Facebook veya YouTube sayfamızda paylaşabilirsiniz. Öğrenmenizde az da olsa bir katkı sağlamışsak ne mutlu bize. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.